Dit is een 1 april grap. We wisten het bijna zeker. We dachten het is 1 april en vanavond al langskomen. Nou, dit is echt zo'n grap van de kinderen. Maar, nee. Maar het bleek dus inderdaad toch echt te zijn. Ja. Toen de familie Bollen op 1 april hoorde dat burgemeester Fred van Tricht op bezoek wilde komen, konden ze het bijna niet geloven. Maar het plan bleek echt. De Zoetewoudse burgemeester heette de 9000ste inwoners woensdagavond persoonlijk welkom. Ja, dit is toch wel voor Zoeterwoude een mijlpaal. We zijn als gemeente flink aan het groeien. Komende jaren gaan er nog veel bewoners bij komen. We zijn hier vooral in Rijndijk veel aan het bouwen, maar toch ook een Zoeterwoude dorp. En dan is het mooi om die duizendste, die 9000ste in dit geval, om die een warm welkom te heten. Er wonen binnen enkele jaren meer mensen in Zoeterwoude-Rijndijk dan in het dorp. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. In ieder geval maakt Zoeterwoude-Rijndijk een flinke inhaalspurt, om het zomaar te zeggen. Maar ik weet niet of het daarom moet gaan. Het moet er vooral om gaan dat Zoeterwoude blijft. En dan hebben we de kern Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. En het is denk ik goed als die goed met elkaar kunnen opschieten en dat we daar evenveel aandacht voor hebben. En we zijn blij met alle nieuwe inwoners, of ze nou in het dorp gaan wonen of in Rijndijk. De kerstverse Zoeterwoudenaren kunnen het initiatief van de burgemeester wel waarderen en voelen zich direct thuis. Ja, dat is al prettig. Gewoon als je dan de 9000ste inwoner bent, heb je al gelijk de eerste kennismaking te pakken. Nee, ja, we kennen het zou te veel gezegd zijn als we het hele culturele leven van Zoeterwoude kennen. Dat is natuurlijk niet zo. Meer. Ja, de fietsroutes, het was altijd de combinatie hardlopen en fietsen. Jij fietsen en ik wordt het hardlopen en altijd in deze buurt. Rijden op de boulevard. Ja, uiteraard. Precies, de Heineken ook. Maar in ieder geval, en de Meerburg. Kerk is natuurlijk zo'n fantastisch pronkstuk van de gemeente. Maar het echt inburgeren hier in de gemeente, ja, dat moet nog plaatsvinden. Ja, zoals het hoort in een dorp, hebben de Bollens al uitgebreid kennis gemaakt met de buurt. Ja, precies. Ja. Nou, dat is gedurende het project, ondanks coronatijd, is dat aardig gelukt, want het moet altijd wel een beetje op afstand natuurlijk. Er is veel digitaal gegaan, maar dat is ook wat voordat het project even wat langere aanlooptijd heeft gehad. Dus ja, we kennen aardig wat van de buren. Ja.